Anyway. Goed, passagiertjes in laten stappen. Open the doors and be aware that there are a lot of people out today. Was putting from along the line. Awesome. Is trouwens ook net iets anders dan de laatste keer dat ik deze scenario reed. Want toen reed ik nog met oude route. Ondertussen is je geüpdate. Andere tracks liggen er volgens mij in. 3D tracks lijken het wel. En het is gewoon awesome. Zit er trouwens in Lindau. Dat is het enige Duitse stuk dat erin zit in deze. Ook wel. Hey, goed een taak. Zeer mooi. Oké. Okay. Waar rijden we nu? We rijden nu in Lindau. Dat is wat helemaal in het zuiden van Duitsland. En dan gaan we via Oostenrijk gaan we naar Zwitserland. Inderdaad, guten Tag. En herzlich willkommen in Lindau. In Lindau. Sorry. Ja, het is alleen een beetje Lex City hier. Geen interieurverlichting? Ah, blame. Rijdt daar de mooie rode TEE. En toevallig had je, volgens mij was jij het daar toch toen die het erover had. Oh, lol, ik laat de remmen gewoon op de verkeerde stand staan. Veel! Niet in afvaren, ja inderdaad. We kunnen jetzt niet meer aansteigen. Nein, 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 nein. Ja, ja, dat is in ieder geval de rode versie. En wij rijden zelf, zoals je het misschien had gezien, al met de blauwe versie. Dus die versies zijn er sowieso. En volgens mij. Ik heb ook nog een 110 of 111 heb ik ook nog in die kleurstelling. En er is op Steam, ik weet niet of je het al hebt gezien, ook een pakket te downloaden waar ze in zitten. Dat is die meer schuinend klaar. Als je niet streamt en dit ja, dan is dat nog zo werk. In principe maakt dat elkaar niet zo super uit. Dus het is ietsje beter. Het zou misschien net hooguit 5 fps schelen dat het beter wordt, maar ja. Het is niet dat het echt een wereld van verschil maakt in ieder geval. Ik weet, ik heb geen. Oké. Nou, we rijden een beetje daar die dat. Ja, goed. Ik geloof dat niet de aftakking van Brem werkt. Maar de aftakking. Hoe bedoel je, Maurits, van Bergens? Ik weet niet precies waar dat is. Mag ik even kijken. Oh, dit. En vanuit het noorden, nou, dit is niet geëlektrificeerd, nee. Jawel, dat stuk wel, maar niet van Lindau niet. Dat is heel... Of wel? Oh nee, na Lindau is niet geëlektrificeerd, dat was het, ja.
Dus eigenlijk maar alles wat uit Duitsland komt is niet geëlektrificeerd naar hier. Ja, ja, trouwens, nou hier trouwens nog wel. Maar niet alleen daar zelf in. Het is een beetje. Ja, precies. Ik weet ook niet exact waar de 103 eigenlijk in het echt eigenlijk hoofdzakelijk geeft. Volgens mij sowieso op de Keulen op Lens, dat weet ik 100% zeker. En de rest weet ik eigenlijk niet exact zeker waar ze nog meer hebben gereden in de TEE tijd dan. Holy moly! Rob, laten we nu alvast het veiligheidsbespreken bespreken. Voordat we crashen. Ja, ik zal trouwens even de maps uitzetten trouwens, want die heeft hier toch geen zin. Nou ja, je hoeft je maar geen druk te maken, Bas. Dit scenario gaat goed komen. Ik heb dit scenario een paar weken geleden, volgens mij 2 of 3 weken geleden al gedaan. Zoals je misschien nog kan herinneren, toen heeft Mike zijn treintjes laten zien op de stream. Toen heb ik dit scenario ook zitten doen. Alleen toen reed ik voorbij alle stations. Behalve het laatste. Dus dat gaan we deze keer niet doen. Deze keer gaan we gewoon lekker stoppen. Dus het komt helemaal goed. Het zit voorom weer op en houdt zijn handjes vast. Nee, het komt helemaal goed, joh. Het is geen tijdsgebonden scenario, dus dat komt helemaal goed. Dan doet er werk niet. Wat is dat voor een rolding? Nou ja, zeg. Wat is dat voor een maffe toeter? Kijk, heel erg gerustgesteld. Nou ja, hartstikke top. Ja, maar dat geloof ik goed. Ik probeerde wel een beetje op te letten, maar ja. Dat vind ik niet altijd goed. Welkom trouwens bij de overgang van Duitsland naar Oostenrijk. Jongen. Als je er nou toch een beetje over de Duitse spul hebben. Vandaag is er trouwens op Steam weer 4 rijtuigpakketten van Virtual Railroads gereleased. Hoe heet het? Die zijn volgens mij 2,99 zijn ze precies zijn. Want het is 3,99. En dat zijn Duitse of Oost-Duitse rijtuigen. Dus daar ben ik wel blij mee om te zien dat ze er nou eindelijk ook in zitten. Welkom in Oostenrijk, ja inderdaad. Als die ja, maar Fries is helemaal niet het volgen. Man. Ik kan veel talen volgen, maar Fries is eigenlijk de enige die ik niet kan volgen. Ja, ik denk dat je dat in alle. Oh my god, Lex zijn voor real hier.
Anyway. Nou, maar ja, weet je, dat komt, Lin. Je woont meer aan het noorden natuurlijk. Dus dan is het hele dialect is voor jullie anders dan voor jullie in het zuiden. Ik kan Limburgs beter horen dan Frieser. En dan komt, ja, ik zit ook bijna tegen Limburg, dus ja. Maar ik vind het apart dat jij Limburgs niet goed kan volgen. Rotterdam ligt naast Eindhoven in België. Huh? Ik kan alles verstaan, want ik woon in het midden van het land. Kijk, dat is helemaal ideaal. Oh, daar remmen werken een beetje erg goed vandaag. Oh mijn god, die Lexus van real hier. Sorry als ik hem even naar rechts doe, maar ik wil eventjes de... Stop hier maar. Anyway. Stop maar. Tada! Ergens daar, ja, oké. Okay. Oh ja, oh, nou snap ik hem koploper. Je bedoelde de over die rijtuigen. Nou ja, het eerste wat ik zag is, want ze zijn gemaakt door Virtual Railroads, daar gaf hij aan bij op de site van Train Simulator. En toen ging ik eens kijken. En toen zijn ze inderdaad gewoon Virtual Railroads. Dus ik denk als je ze al daar hebt gekocht, dat je al hebt. Want het zijn de DER-ruituigen. Die ook een beetje op de City Nightline gaan lijken. Wisten dat dacht Deadly Dorito. Terwijl ik hem deze iets van heb, dat klopt ook niet helemaal, maar oké. Whatever. Nee, ik heb hem op Skype, maar niet live op dit moment. Maar ik praat gewoon met de chat op dit moment. Ik wou zeggen, ik loop dus gewoon hier, ja. Wat ik dan volg hier zeg, ja. Gezellig, toch? Ruben Treinfreak, thanks for the host, hosting hype. Super bedankt Ruben en welkom in de stream. En GamerNL ook welkom in de stream. Magic. The Magic Flight. Ah, apart dat we trouwens daar stopten en niet hier. En dat is het volgende station waar we op gaan stoppen. En daarna stoppen we in het eerste station in... Dus ik me af te vragen, stad, is dat nog in Oostenrijk of is dat al in Zwitserland? En nog meer bussen hier, kijk. Wat een mooie combinatie, EBB met IC-Saber rijtuigen. Is geen probleem, koploper, is allemaal geen probleem. Ik ga in ieder geval sneller rijden. We hebben geen. Ja, er zijn er een paar. Darkness Monster heeft onder andere gereden.
X-Shooter, die is er op dit moment mee bezig. Darkness Monster trouwens ook. En de rest kan ik zo niet zien. En voor, ja, volgens mij ben je zelf ook aan het spelen of niet, Ruben? Ja, zeker. Ja, het American Truck Simulator is vandaag een dag eerder gereleased. Nee. Ik kreeg vanmiddag het bericht via Squirrel binnen dat het vanmiddag al gereleased is. Dus als je wilt, go get it. Dus even afremmen naar 60. Ja, oké. Dacht ik toch het echt goed te zien inderdaad. Zeker mooi. Anders maken we daar ook wel eventjes een multi-twitch oplopen mij. Dan kunnen de mensen die het willen kunnen het allebei volgen tegelijk op één scherm. Multi-twitch, hoppakee, koploper. Kijk, die link staat tegenwoordig bij mij als standaard ingevuld. Kijk, multi-twitch. Dan kun je het zowel beide volgen. Dan kan je koploper maar ook kijken met het bouwen. En dan kan je mij eens even ronddraaien. Nee. Dat is vandaag als koploper ook live is. Maar dan, dan weet je het alvast. X-Shooter is ook. Bij mij is X-Shooter gewoon American Truck Simulator aan het spelen, hè? Ja hoor! Het moet niet gekker worden! Een real jet met een goederentrein. Nou ja, zeg. Ja, ik weet het, koploper, ik zag het. Ik zag alleen iets te laat. Let's go. En dat is Brinks. Hallo. Welkom en hoe gaat het ermee? Ja, het gaat zeker een klein beetje vermoeid.
Dat is zeker goed. Het is eventjes wel natuurlijk in mijn nieuwe, nieuwe planning, maar het, is, het gaat lekker. Ik mag niet klagen. Ik heb daarnet voor de streams uitgerekend hoeveel uren ik deze week, of ja, of het aan de stream zeg maar. En dan zit ik om en nabij rond de 37 tot 40 uur per week. Dat is toch, toch niet verkeerd. En daarnaast doe ik ook nog heel wat dingen behind the scenes. Hoor, maar in ieder geval een goede 37 uur per week ben ik online. Toch niet verkeerd. X9012, hello. Een werkweek, ja, dat kan je wel zoiets zeggen, ja. Maar ja, dat was ook een beetje de bedoeling, dus. Een werkweek, dat means een working week. Dus, ja. Yeah. Monday to Friday. I was actually talking about the thing that this week I started with a new stream scheduled. And I stream on about, yeah, 37 hours a week. So that's almost a normal working week from Monday to Friday. Yes. Hoeveel split screens kan je neerzetten? Zoveel als je wilt. Alleen ik raad niet aan om meer dan 4 te doen. Yes. Otherwise it's known as a 5-day job a week. And then it's mostly based on 8 hours a day. Hoe bedoel je, zwaar je bent ook TS spelen met Nederlandse routes alleen maar. Hoe bedoel je, zwaar die zin die snap ik niet helemaal. Kijk, Nederlandse dingen en zo, die heb ik speciaal mijn livestream voor op deze stream. Kijk, ik kan wel een Nederlandse trein rijden, zeg maar op een andere route in de wereld, dat kan gerust. Zo heb ik morgen het scenario van Bas opnieuw staan. Ik had die FPS. Hm. Geen probleem, Maurits. Ik zou zeggen, slaap lekker. Voor dadelijk een fijne avond nog. En ik zeg tot de volgende keer. Leuk in ieder geval dat je er was. Dat ik Train Simulator aan het spelen ben met Nederlandse routes alleen maar. Dat ben ik nu. Oh, zo, oké. Okay. Gezellig. Zwali, vraag je, kom jij nou uit Roermond of kom jij nou uit Weert? Want dan weet ik er juist niet meer. Maastricht! Oh, sorry. Oké, okay, dan zit ik een beetje in de war. Oh, we moeten hier helemaal niet stoppen. Ah, Phil! Ik dacht dat we hier moesten stoppen. Oh. Gelukkig is het geen tijdsgebonden scenario, dus het is eigenlijk ook helemaal geen film, maar goed. Maastricht, jongste stad van het zuiden. Ja,
stekers. Ja, Maastricht is gewoon ook een goede, mooie stad, absoluut. En zeker de mooiste stad van het zuiden. Als we het onder Eindhoven zetten. Goed zo. Goed zo, braaf jongen. Braaf jongen. Amsterdam, mooiste stad van de wereld. Ah, staat zeker wel bij mij in de top 5, ja. En qua steden die ik ooit heb bezocht heb, staat die ook wel in de top 3, ja. Tja, dat zijn er ook niet zoveel, dus dat is ook niet moeilijk. Zelf vind ik Keulen toch ook wel een hele mooie stad. En dat Linda mij daar, ja, Linda is denk ik trouwens niet meer hier op dit moment. Wel een vergelijking gegeven. Ja, dat is gewoon een mooie stad, vind ik. Geen muziek vandaag, hoe bedoel je? Nes Brinks. Oh, wat is toch mooi dat ik deze route nou ook geüpdate heb. Heb ik eindelijk een verkeerde fatsoenlijke brug hier zitten. En goed, en met deze brug komen wij aan in Zwitserland. Zwitserland bedoel ik trouwens, sorry. Net zoals gisteren. Oh, je bedoelt in de chat. Ja, ik shooter is er niet, hè. Ja, je mag natuurlijk wel, als je lekkere nummertjes hebt, natuurlijk altijd in de chat zetten. Maar YouTube is toegestaan. Sowieso op dit moment volgens mij al sowieso alles. Nou ja, ik zou zeggen, ik vind het allemaal prima, joh. Dat is natuurlijk nooit een probleem. Maar dat was gisteren wel, wel super in ieder geval. Wie begint Mau? Lol. Ik denk als Mau begint, dan krijgen we een keer een Frankers. Trouwens, rekening houden dat ik hier nog 40 moet afremmen. Als ik me nog goed kan herinneren. Zie je? Ja. Beginnen te leren. Eens even kijken, wat is dat? U vraagt, wij doen. Ja, hey. Waarom nou weer Rick Astley? Ik begon zo, oké. Okay. U2, one. Is die... Ah, ja. De originele one zelfs nog, volgens mij. One love. Ja, maakt niet uit. Zo. Persoonlijk vind ik deze ook beter dan de met hem. Ja, hoe heet hij ook weer? Ja. Hey Sander, welkom. Is naar het concert YouTube geweest in de Amsterdam Arena 2009. Serieus? Oh, awesome. Was dat toevallig nog voor de DJ Mac daar toevallig? Afgelopen jaar, maar. Toen ik daar kwam, ook wel zoiets van: what the heck? Dat is wel echt gaaf. Ik ga daar. Sterker nog, ik ga daarna in. Juni ga ik er terug naartoe naar de Amsterdam Arena voor Rihanna. Daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dat zal eigenlijk de eerste echte concert zijn. Want die ik er echt naartoe ga dan. Ik ben benieuwd. Net 10 minuten gesprek had. Oh, oké, okay, en? Ook niet erg, hoop ik. Waarom pak je nou Ruben tijdig? Ik snap dat je mij bedoelt, David. Ja, nee, ik zag het voorbij komen, want een goede vriend van mij, of mijn beste vriendin, die is helemaal weg van Rihanna. En
ik heb er altijd een keer naartoe willen gaan naar Rihanna. En dan hebben ze zoiets van, waarom ga je niet gewoon mee? Dus ja, zo zeg, zo gedaan. Dus zij had tickets geregeld en ja, dan ga ik in juni mee naartoe. Dat, ja, kijk er zeker naar uit. Ja, absoluut. Sorry, Ruben. Ja, absoluut, absoluut. Ja, dat, daar... ja, ik mag Rian echt wel, absoluut. Ja, al op zijn zichten. Het fijne vind ik bij Rian is, op het podium is, gaat ze helemaal los. Maar als ze backstage is, dan is het gewoon weer heel rustig, we gaan persoon. En dat vind ik wel heel bijzonder. Moet je maar kunnen. Oh, rijd je snel. Neemt een andere Twitch naam die gebruikt met niet begin met een R. Ja. Yeah. Treinfreak Ruben. Anyway. Heeft dat toets. Als het was. Oké, okay. Oh 90. Shit. Ja, en net als die oh, tuurlijk, en ik klap Skype eruit hier. Lol, het gaat lekker. Taurus hype. En een fantastisch mooie trein. Nee, ik denk dat alleen er van tussen is. Het zal weer AFK zijn. Oh nee. Dat komt dan wel goed te ribben. Ik wil trouwens maar even de tractie erop flikkeren. Zo. Ja, dat was wel een lekker nummertje. Ja, dat zijn zeker mooie ruitjes. Ik weet niet exact waar ik ze vandaan heb. Maar ze zijn zeker mooi, ja. Ik zit op kat de brainstorm, maar... Oh, wacht, die weet ik wel. Die komen van de Duitse Railsim site. En die zijn gratis. Oostenrijkse, sorry. Spinning, no, 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 no. Omdat ik niet aan het opletten was. Not again. Ja, en wat voor een. Ik laat hem lekker even uitbollen. Nou, want ik moet eruit toch stoppen, dus dat komt hem goed. Ja, ja, die zijn gratis. Absoluut. Ik kijk wel regelmatig op die Duitse en Oostenrijkse Railsim en trouwens ook de Franse. Daar vind je best wel veel gratis materiaal eigenlijk. Alleen je moet wel even goed kijken hoe je het moet installeren, want het is allemaal handmatig. Ja, hey, wij zijn Nederlanders, hè? Als het gratis is, zijn we altijd kippen bij. Tenminste, ik wel. Oké, 80. Nou, tot nu toe gaat het in ieder geval beter dan de vorige keer dat ik dit scenario reed. Er reed voorbij alle stations. Oh my god, die lags zijn voor real deze keer. En ook een Taurus. 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 Ja. Taurus. Ja, dat is altijd leuk. Ja, dat is zeker Ruben.
Ik wist nog niet, maar voornamelijk wel. Ja. Heel logisch, Snow. Gratis, gratis, illegaal, gratis. Ja, gratis is gratis, toch? Nee, alleen illegaal spul hoef ik hem niet te hebben meer. Daar ben ik nu echt klaar mee. Tada. Het was wel mooi geweest als ze hier nog een rek op hadden gezet, of een hek bedoel ik. Ja, net op het laatste moment wel. Bij Maurits plus Taurits is het Trouwers. Taurits. Ja, ja. Het is wel origineel. Zag ik op de achtergrond de Lumina die de ICE trekt? Ja, klopt, heb je goed gezien. Dat was op de Munchen to Gabens Partenkirchen route. Dat heb je helemaal goed gezien, ja. En als ik me niet vergis, was dat een Steam Workshop scenario. Trangerits. Wow. Als we hadden het net over lekkere nummers, hè. Zelf vind ik dit ook een heel fantastische meid. Dus ik hou er ook wel van. Oh, 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 oh. Dat ik nog een gat in mijn toetsenbord. Mm-hmm. Ja, absoluut. Ja, die vriendin wat ik net zei, die komt heel vaak in Amerika, in Los Angeles. Dat is tenminste haar tweede thuis zowat. En zij kwam in één keer met het nummer aan en ik had zoiets van wauw. Ze heeft er ook echt daar ontmoet en zodat ik dat ook heb meegekregen. Zo zijn er wel meer van die artiesten daar. Waar je hier eigenlijk bijna niks van hoort, maar het is wel heel mooi. En zelfs met Shania Twain, ook fantastisch. Hier hoorde je niet veel van, maar dus niet super veel. Ze komt komend jaar met een tour terug, maar goed, dat weet ik dan wel. Maar ik hou er wel van. Wat ruist dat daar door de struiken? It was me! Dat was toch ook zo'n nummer in had, wat ruist er door het struitje was. Ik weet daar niet meer van wie, maar ik dacht in ieder geval dat het ook van iemand was. Black City. Dat is de brems doen. Luftbrems. Oké, lol. Ah, oh ja, Toon Hermans, ja. Ja. Inderdaad. Dat is waar, ja. Ja.
Ja, daar waren nog tijden. Oh, nou, Lex City is nu al. Hey, toevallig. Nee, niet die toon, Sander. Ik denk dat het nummer wat net in de chat was geplaatst, ik denk dat jullie, de meeste van jullie niet kennen. Hé, hey, een Ford busje. Nog een Ford. Zo, wat een part of the best. Mooi hoor. Goede taak. Dat Ford busje gaat sneller dan jij dan jou erop. Ja. Dit is a shame for me. Goed, ren eraf. Let's go. Even kijken hoe we op schema liggen. 30 minuutjes, 30 minuutjes, anderhalf uur. Ik denk dat het laatste scenario, die kan de planning hadden, was op de China verkleinroute, niet gaat lukken. Die wordt verplaatst waarschijnlijk naar morgen. Trouwens, die wordt. Nee, die blijft op de reservelijst staan. Mijn railjet ook, oké. Okay. Oh, dat was weet ik wel iets sneller dan ik had verwacht. Even kijken, volgens mij heeft er iemand wat screenshots toegestuurd, zo te zien. Kijk, ik heb zojuist wat screens toegestuurd. Ah, kijk. Super bedankt daarvoor, Ruben. We gaan eens even kijken. Oh, daar zijn er een aantal, ja. Ja, er zitten wel een paar goede tussen. Oh.
Ziet er goed uit. Moet ik nou nog meer naar voren staan of wat? Ah, nou gaat hij al ook. Om in de motor in te houden. Kijk. Kleine seconde. Ja, klopt, die koffer noemen. Dat is waar, ja. Well done, take a break here in the harbor before driving back to Lindau. Right, that was awesome.